Welkom in Driel op het mooie project, dus cluster 1. En dan bouwen wij 5 woningen en 10 appartementen. We zijn nu met de begane grondvloer aanleggen. Mooi. En dat zijn de vloeren die ik wel herken, maar die komen bij ons vandaan. En waarom heb je gekozen voor Bruil? Nou, voor Bruil hebben we gekozen omdat het gewoon een strakke vloer is. Laten we daarmee beginnen. Strakke lijnen, duidelijke sparingen. Die zitten er al van tevoren zitten er al in. Ik bedoel, dat geeft ons geen rommel op de werkvloer. Niet onder de kruipruimte. Ja, het werkt ook sneller. Ja. Dus ja, dat is ideaal. Het spaart tijd voor jullie te bouwen. Ja, absoluut. Het mooie is dat wij dat bij ons de fabriek ook zo doen. Dat wij de sparing al eruit zagen. Ja. En dat wordt ook gelijk weer hergebruikt in het materiaal wat weer in isolatiemateriaal wat op de vloer komt. Oké. Dus hergebruik en afvalvrij werken, dat is... Ja, dat is wat we willen. De pasplaten, ja, dat is echt een voordeel. Ik bedoel, het vloerveld ligt meteen dicht. Je hebt geen werk met isolatie wat er tussen gezaagd moet worden. En het is meteen veilig. Nou, ook in het kader van de veiligheid, dat de kruipluiken meteen dicht zitten met een plaat eroverheen. Als de vloeren geleverd worden op de werkvloer, dan zit de valbeveiliging al in het kruipluik. Dus direct veilig. Kort samengevat, het scheelt ons tijd, afval en geld. En we hebben een veilige vloer. Nou, jij bedankt, Daniel, dat we hier op deze Hoornstraatbouw mochten zijn. Dit mooie project en succes verder.